die bij Traverse aankloppen, hebben altijd een heel eigen verhaal. Ze komen hier nooit zomaar voor hun lol aan de deur. En dat maakt ook dat ze allemaal in hun eigen herstelproces zitten. Sommige mensen zitten in financiële problemen, in geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen. Maar voor iedereen is dat individueel. En voor iedereen is dat ook anders. En dat herstel, dat hoef je bij Traverse gelukkig niet alleen te doen. We hebben personeel wat hier bij Traverse werkt. We hebben ervaringsdeskundigen, medecliënten. En bijna ruim 300 van onze mensen die hier werken, maar ook vrijwilligerswerk doen als ervaringsdeskundigen, stagiaires. Onderdeel van het herstel is ook een zinvolle dagbesteding. En door de medewerkers van dagbesteding wordt dan ook gekeken op het moment dat je hier aankomt in wat je graag zou willen doen. Wat je altijd al in het verleden hebt gedaan, wat goed ging. Of dingen die je juist altijd al had willen doen, maar er nooit aan toe was gekomen om ze te gaan doen. Voor iedereen is het een weg terug en, naar de maatschappij, naar betaald werk, naar vrijwilligerswerk. En in 2012 besloot Traverse om gehoor te geven aan een vraag van cliënten. En de vraag van cliënten was ondersteuning op de weg naar betaalde baan in de horeca. En daarom besloten ze om het toenmalige tracé, wat toen nog een werkhal was, om te gaan bouwen tot een heus lunchcafé. En dat is waar wij vandaag voor staan. De bedoeling eigenlijk ook van dit eethuis, dit eetcafé, is dat cliënten hier ook komen om daar lekker te eten en te drinken, maar ook om in de bediening of in de keuken te werken. En zo weer een kleine stap te doen terug in de maatschappij. Beppie. Ja, daar moet ik bij zeggen, van voor de ene duurt het langer dan voor de ander. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel het probleem wat ze hebben. Maar is zo'n café dan een goede start om weer terug te komen in de maatschappij? Voor bepaalde mensen, voor kleine groep wel. Ja. Ik denk dat, maar het is niet alleen een eetcafé. We hebben ook de Rode Bietjes, we hebben andere plekken. Dus op zich kunnen de mensen wel op verschillende plekken terecht. Dus dan kan dat, als je dat zelf wil, dan is daar wel iets van werk te behalen. Maar u woont zelfstandig? Ik woon zelfstandig. Ik zit dus in een flat van Traverse. En ik heb 3 kleinkinderen. En mijn dochter woont hier in Tilburg. Dus... Ja, wij zijn ook heel erg blij met deze opkomst. Buurtgenoten, cliënten, medewerkers, zoveel interesse in de opening voor ons nieuwe lunchcafé. Het is de bedoeling dat ook mensen uit de buurt hier komen lunchen? Absoluut. Weet je, het is een eetcafé wat door onze cliënten bemand wordt, maar wat open staat voor alles en iedereen. Dus kom vooral. Ja. En nou is er één kritische kanttekening. Waarom hebben jullie het café genoemd? Want er zijn waarschijnlijk erg veel mensen die toch wel wat drankproblemen hebben. Ja, dat klopt, hè. Ja, misschien was lunchroom voor de huidige vorm een goede geweest. En we kiezen er op dit moment voor om alleen maar lunches te verzorgen. Wat niet uitsluit dat we ooit nog een kaart gaan uitbreiden, 's avonds open gaan. Maar op dit moment is het inderdaad vooral lunch. En er wordt geen alcohol geschonken, ook niet. Dus nee, café is inderdaad niet meteen de beste benaming. Maar de bron is inderdaad wel een mooie naam hiervoor. De bedoeling is ook dat jullie hapjes maken en dat je, als je een bedrijf hier in de buurt hebt of bent, dat je bij jullie ook kunt komen bestellen voor een lunchje voor je werknemers. Absoluut. Weet je, wij verzorgen nu voor intern, dus zeg maar voor alles binnen Traverse al de catering. Een aantal bedrijven en instellingen hebben ons ook al gevonden, soms particulier. En het is absoluut een kans om nog daarin uit te breiden en daarin te groeien. Dus is ook zeer zeker een uitnodiging. Ja. Mensen die ik 20 of 15 jaar geleden heb leren kennen op straat, want ik heb zelf ook op straat gewoond.
En die hier nou wonen en dat je dan ziet van het gaat goed met ze. Want er zijn allemaal mensen die foute dingen gebruiken, laat ik het zo maar zeggen. Maar het is dan toch ook leuk om te zien dat het met u ook goed gaat. En dat is voor de mensen dan ook weer een opsteken van ja, het kan wel. Het is ook zo dat ik ook probeer te laten zien van hey, het stopt niet hier. Je kunt ook nog heel veel verder. Ja, precies. En gelukkig zijn er ook mensen die heel veel verder komen. Ja. Die zelfstandig gaan wonen of een leuke arbeidsplaats hebben gevonden. Of dat nou bij de Diamant is of ergens anders in Tilburg. Maar dan zie je ook mensen weer opfleuren. Er wordt hier geen alcohol getapt. Maar het water uit een olifant, dat moet toch ook verrukkelijk zijn. Ik heb er dus ook wel 3 jaar over gedaan om nu zo te zitten. En ook om zo in een camera te spreken. Dat hadden we 2 jaar terug niet gedaan. Nu wel? Nu wel. Ja, ik ben hier nu een maand aan de gang met de cliënten. En ja, zoals je ziet draait het naar behoren. Goed zo. Komt zelf ook uit de horeca, want anders lukt het waarschijnlijk niet. Nee, ik kom zelf inderdaad uit de horeca. Ik heb 15 jaar horecaervaring en waarvan een eigen zaak gehad. Okay. Dus het begeleiden is niet vreemd en het koken ook niet. Okay. Is het allemaal vrijwilligerswerk hier? Nee, het is geen vrijwilligerswerk. De cliënten waarmee we werken, die krijgen een kleine vergoeding per uur. Waar ze heel blij mee zijn. En hebben ze buiten hun uitkering om nog een extra zakcentje. Danielle, we zijn bijna aan het einde van deze opening. Is het meegevallen? Hartstikke meegevallen. Hele mooie dag geweest. Veel mensen die hier waren. Leuk ook dat jullie erbij waren. En drukker bezocht dan ik had gedacht. Wat me opviel is dat er ook veel mensen uit de buurt zijn gekomen. En kinderen. Het doel natuurlijk van het openen van dit lunchcafé is om de buurtbewoners, cliënten en medewerkers te verbinden. Dus bewust is ook ervoor gekozen om de buurtbewoners en de kinderen uit te nodigen. En die waren er allemaal. Dus erg blij mee.